De Strijd, een serie over de Gouden Eeuw van de arbeider. Gouden Eeuw, hoezo? Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op. Je deed werk wat ook volwassen mensen deden. En dan ben je nog maar 15. Ja, ik heb hier de krant van Tjerk Luikjes en daar staat een recept in om dynamiet te maken. Dynamiet. Men moet uiterst voorzichtig zijn bij de behandeling ervan. Oh, oh, fuck. Oké. Revolutie. Revolutie, het is begonnen. Op grond van de Algemene Ouderdomswet zal een pensioen worden verstrekt aan ongeveer 715.000 personen. Mijn moeder zei altijd, kind, ik kan het zomaar weer halen. Ik ben zo rijk. De eerste wat ze deed was gauw gaan sparen. Voor later. Ik zeg, mama, dat hoeft niet meer. Je krijgt het nou totdat je er bent. Dat was eigenlijk niet te begrijpen. Hier ontstonden dus ook de eerste Chinese restaurants. Maar beseften die Chinezen dan dat ze hier naar Nederland waren gehaald als stakingsbrekers? Nee, helemaal niet, denk ik. Ik denk dat ze echt hier binnenkwamen met het idee van, we hebben werk. Zo aan de lijn, ik kwam daar de koek vandaan. Je komt zo aanlopen, dus pak je zo een rijtje koek en dan je zo. Ja, ik moest altijd een halve draai maken. Altijd een halve draai? Ja, dat was echt heel gaaf. Ik vond het heel leuk om te doen trouwens hoor. Ja, was toch. Ik doe het thuis nog wel eens met gehaktballen. Het één voor jou, twee voor jou, twee voor jou, twee voor jou, twee voor jou. Is het werk klaar van de Vrouwenbond? Nee, nee. Zolang dat er nog zoveel kapitalisten zijn die de boel regelen, dan blijven de arbeiders die blijven aan de kant staan, dat is stom. Ontwaak, verworpen en draarde.